Het is woensdag 18 maart, de derde aflevering van Bobbel TV. Het allerleukste huiscafé van Nederland gaat weer open. Positieve televisie in tijden van mineur, maar we gaan het oprecht weer doen voor alle kijkers thuis. Met bijzonder leuke gasten. Het is tijd voor een borrel, ga er lekker voor zitten. Het is tijd voor Bobbel TV. Ongelooflijk leuk als je bent ingeschakeld op Facebook Live, de pagina van Dutch Event. Daar zijn we nu live, een uur lang Borrel TV. En we maken het oprecht, met heel veel oog en oor voor alles wat er gebeurt in de wereld. Even een uurtje lucht, even een uurtje positieve televisie. En wij weten inmiddels, want dat zien we bij de kijkers, we zijn live met elkaar in verbinding. Er zitten kijkers te kijken op Ibiza. Buenas tardes, zou ik willen zeggen. Er zitten kijkers te kijken op Mallorca. Josja, Elja, de familie Vermeer, ze zitten daar. We zwaaien naar elkaar. Jongens, heel veel sterkte daar allemaal. Wij zijn hier in de studio met heel veel leuke gasten. De handgel bij de hand. En hij is er gelukkig ook weer, de huis-DJ, DJ Kudio. Hij gaat ze weer draaien. En we hebben weer een topchef vandaag in de house. Rooftop bar, toprestaurant. Dolores, hij is erbij. Dirk Bullens. Dirk, hartelijk welkom. Dank je. Super gaaf dat je er bent. Alle pannen staan klaar, ingrediënten staan klaar. Wat ga je maken vandaag? Nou, ik heb natuurlijk al 2 dagen een beetje af kunnen kijken. Dus ik ga een paar dingetjes maken. We beginnen met dumplings. Met een klein beetje sojavinaigrette met sake erin. Bonito flakes. En daarna gaan we een steak tartare maken. Die je ook heel makkelijk thuis kan maken. Met glasnoedels, gefrituurd in een noedelbakje. We gaan een Ingvis carbonara maken. En nog een klein dessertje. Wauw, wauw, wauw. Dit klinkt als sterrenniveau. Dolores is hip en happening. Ongelooflijk groot succes. Jij stuurt daar een flinke ploeg aan, hè? Ja, ik heb 12 tot 14 koks. Afhankelijk van de dag een beetje. Staan we altijd met 4, 5 in de keuken. Superleuk. Ik ben daar vorig jaar juli begonnen. Een paar maanden na de opening. Super tof team. Werken keihard met z'n allen. Nu een klein dipje. Met de sluiting tijdelijk. Maar daar wil ik vandaag ook laten zien dat wij een aantal gerechten op de kaart hebben. Waarmee je met bijvoorbeeld fermentatie van groenten lange tijd producten kan bewaren. Dus waar wij zondag om 6 uur te horen kregen, of 5:30 je moet dicht. Ik heb best wel spullen in huis die gewoon nog maanden goed blijven. Oké, no waste, daar gaan we voor. Ja. Ga lekker kokkerellen. Je hebt volgens mij een heerlijk decor. Fijn dat je er bent bij Borrel TV. En we komen straks bij je proeven. Top. Hij is er weer, huisvriend van de show. Ja. Jeroen Rozenberg. Dag drie. Ja. En het leuke is, elke dag heel veel vragen. Dat vinden we ook leuk. We krijgen heel veel enthousiaste opmerkingen. Ik heb eentje voor Dirk van Tom Kuipers. Je microfoon dichterbij houden. Dat moet je weten als oude DJ. Maar, dames en heren, wij zijn op zoek naar vragen. Dus heeft u vragen, stel ze alsjeblieft. En wij beantwoorden ze voor jullie. En deel het alsjeblieft op jullie eigen tijdlijn om het bereik te vergroten. Ja, heel eenvoudig. Op Facebook, linksonder, staat die. Delen op de tijdlijn. Hoe meer mensen delen, hoe meer mensen wij kunnen bereiken met positieve televisie in tijden van mineur. En dat doen we ook weer met onze huis live painter, mijn eigen vrouw. We zijn al 20 jaar samen. En nooit een dipje, altijd vrolijk. Chantal. Ja, super vrolijk. En je gaat ze weer vangen vandaag, hè? Ja, ik ga vandaag de gasten weer via live painting weer op het doek zetten. Ja. Oké, hartstikke mooi. Fijn dat je er weer bent. Wie zijn er dan vandaag allemaal nog meer bij? Hier staat een prachtige piano van de Zander Piano's Tilburg. Dank jullie wel. Jullie waren zo enthousiast om de piano te komen brengen. En die staat er met een goede reden. Hier staat zijn album Jan Willem Rozenboom. Hij gaat straks klassieke verlichting brengen. Hoe gaaf kan het zijn? En ik ben ongelooflijk benieuwd. Hoe combineer je dat nou? De wereld van Kedeng Kedeng en de klanken van Schubert. Hij gaat het me straks uitleggen. Wie zijn er nog meer? Gion gaat ons weer 2 activiteiten meegeven. Kortom, we moeten fit blijven, ook als we thuis werken. Tjerk heeft weer een shotje van de dag. Heeft mij beloofd, niet te hoog in alcoholpercentage. Alex, een bossie rode rozen. En Adil Amore, een stukje muzikale verlichting. U mag thuis de Polonaise lopen. Jeroen Dalmee, top hockeycoach zal er zijn. We zijn ongelooflijk benieuwd, hoe gaat dat met de selectie? Hoe hou je het moraal hoog binnen een team? Hij gaat het ons uitleggen. En als het goed is, is de vriend van de show inmiddels alweer aanwezig. Dag 1 was het verlichting, dag 2 was het fietsen. Ik ben benieuwd wat het vandaag is. Hij is er weer, Leo Alkemade. Ja, goedemiddag. Ik had singeltjes beloofd. Ja. Dus dat op de eerste en wij plaats. Dachten, dat doet hij nooit echt. Ja, nou, ik ben dus gaan zoeken. Ik dacht, muziek biedt toch ook altijd wel hoop en ook toch een soort vorm van verlichting. Maar eerst, ik had vanmorgen, was ik de
had ik de Gielmobiel. Hey. Dus ik werd gebeld door Giel en hij had het over op Radio Veronica en hij had het over artiesten die thuisconcerten geven online. Dus toen heb ik verteld van nou ja goed, wij hebben Borrel TV op Facebook van 4 tot 5 in Tilburg. Hartstikke leuk. En dan moest ik hem dus doorgeven. En nou heb ik besloten om hem daar op de piano te zetten. Hey. En als jij daar dan... ook dat het niet alleen mijn verantwoordelijkheid is dat die dadelijk vergeten wordt. Maar als jij er ook zorg voor wilt dragen... Die delen wij. Dat Jan-Willem Rozenboom dadelijk... En dat is natuurlijk een groot geheim. Ja. Want Giel mag niet weten wie die belt. Maar als Jan-Willem Rozenboom dadelijk die Gielmobiel mee naar huis neemt... Dan ben ik er vanaf. Oké, okay, dan ben jij er vanaf. Waar we niet vanaf willen, dat is van jou, huisvriend van Borrel TV. Ja. Oude singeltjes. Ja. Verlichting in mindere tijden. Nou ja, ik dacht, kijk, misschien... Het is natuurlijk tot 5 uur. Ik zou willen zeggen, ik heb er 5, 6 meegenomen. Vanaf 5 uur zal ik... kijk, dit is mijn dochter, Lieselot. Die moest even plassen. Oh, dat is misschien wel leuk. Wij hebben gisteren een gedichtje geoefend. Want ik geef natuurlijk nou ook onderwijs thuis. Zeker. Ik ben onderwijzer. Lieselot, kom er eens even bij. Ja. Lieselot, welkom bij Borrel TV. Welkom bij Borrel TV. Lieselot, hoe begon het ook alweer? Klets. Kletternat onder de douche en in het bad. Klets, kletternat. In de regen dat het spat. Klets, kletternat. Duiken in het zwembad. Klets, kletternat. Die was moeilijk, hè? Dat was een andere rijm. Dat was... Duizend. Ja, en dat we nog lang niet afdrogen. Daar kwam het eigenlijk uiteindelijk op neer. Goed einde. Want die briefje hebben we nodig. Ja, tuurlijk. Tekst heb je nodig. We hebben het briefje nodig. Ja. Nou, tot zover Lieselot. Dankjewel, schat. De singeltjes. Ja, ik heb hier Lass mein Herz nicht weinen van Imka Marina. Die ga ik dadelijk draaien. Na 5 uur. Oké. Okay. Trea Dobbs, gewoon omdat ze er goed uitzag. Ik weet niet of ze nog leeft. En dan ga ik van kant A draaien, Parel van de Zuidzee. Parel van de Zuidzee. Niem deine weiße Gitarre van Gert Timmerman. Hey. En dat is wel leuk, want Gert is natuurlijk... Oh nee, Gert leeft niet meer. Of wel? Nee. Jeroen, Gert Timmerman. Nee, volgens mij niet meer. Nee. Zouden we daar een kijkersvraag van kunnen maken? Ja, een kijkersvraag. Ja. Nou, dan heb ik nog Johnny... Lion, dat is hartstikke mooi. Tijd komt en gaat voorbij. Nou ja, hoe mooi wil je het hebben in deze tijd? Daar zijn we naar op zoek, naar tijden van verlichting. Imka Marina, die hebben we dan gehad. De Beatles, We Can Work It Out. Nou, dat doe je in Tilburg, toch? En dan nog een laatste waar niets op staat. Dus die ga ik na 5 uur ga ik die lekker thuis draaien. En wellicht is dat live te zien. Kijk eens hoe leuk, op Facebook. Nog iets... Mark, wie was dat ook weer? Mark... Van Etten. Mark van Etten, ja. Ja, ik bleek hem wel te kennen. Hé. Hey. Ja, stom. Dat is een van mijn beste vrienden. Maar was dat... Nee, maar ik ken heel veel Mark van Etten, dus ik wist niet precies welke. Of het was een van je beste vrienden? Nee, het is. Het is. Okay. Nou ja, we gaan morgen, dus we hebben de date staan. Ja, nee, Mark had een vraag, die wilde met jou gaan wielrennen. Ja, dat was hem, hè? Dat klopt. Ja. En gisteren heb ik hem dus aan de lijn gehad. En we gaan morgen dat dus bewerkstelligen. Dan komt het voor elkaar en dan gaan we samen een stuk fietsen. En ik dacht, misschien is het wel fijn om daarna eventjes verslag te komen doen van hoe die koers is verlopen. Is heerlijk. Jij komt morgen samen met Mark hier in de uitzending. Zijn er vragen voor Leo? Ja, ik heb één kijksvraag hier, tussen al het gezep door. Leo, je werkt heel veel in Hilversum. Waarvoor blijf je in Tilburg wonen? Omdat ik ben hier komen wonen. Ik ben 2 jaar uit Brabant weg geweest, opgegroeid Loon op Zand. Toen ben ik van Loon op Zand naar Amsterdam gegaan en ik ben een Brabander. Ik kan daar niet meer weg. En eigenlijk sinds ik ben geland in Tilburg, weet ik nu al en durf ik hardop te zeggen, ik ga Tilburg nooit verlaten. Hey, waarvan akte en waarvoor hulde? Oh, nou, mooi. Leo, wij spreken af. Een vraag nog tussendoor. Bedoelde jij Gert van Samson of Gert van Hermien? Dat was Gert van Hermien. Gert van Hermien. Okay. Ja, nee, zeker. Nee, dan hebben we de duidelijke. Nee, dan hebben we de juiste Gert Timmerman. Ja, nee, niet Gert. Voordat we daar zeggen dat Gert van Samson is overleden, krijgen we hele rare reacties natuurlijk. Denk ik. Ja, nee, natuurlijk. Nee, het is Gert Timmerman. Oké, okay, neem hem even in beeld. Dan hebben we helemaal. Ja, hij lijkt ook een beetje op Gert Timmerman of op Gert Verhulst. Dat is natuurlijk wel.
anders. Oké. Okay. Leo, tot morgen. Ja, dankjewel. Tot morgen. Applaus, Leo Alkemade. Dankjewel. Tot morgen, Borrel TV. En wij gaan, ik kan het al ruiken, en we gaan het ook een klein beetje demonstreren. De kok, Dirk, waar zitten we in het kookproces en wat gaan we bereiden met elkaar? Wil je even de microfoon erbij pakken? Ja. We zijn nu bezig met de dumplings. Die hebben we net heel kort aangebakken. Wat we dan vervolgens doen is daar afblussen met een klein beetje water. Een klein beetje zout zit erin. En dan laten we eigenlijk het vocht verdampen. Ik heb daar net een andere pan op gezet. Dat het vocht en het stoom, dat die goed gaat kan stomen. Vooral de bovenrandjes. Wat ik wel leuk vind om te lezen nu de laatste dagen is dat iedereen loopt natuurlijk naar de supermarkten. Ik zelf vind het juist leuk om naar de toko te lopen. Ik denk dat je daar veel meer spullen vindt dan bij de gebruikelijke supermarkten. Om leuke dingen mee te maken. Zeker nu je thuis gewoon soms thuis zit en in ieder geval thuis een beetje kunt hobbyen. Ja, en dat is ook wel kenmerkend voor jullie keuken, hè, bij Dolores, hè? Ja, de insteek is streetfoodgerechten. En dat kan eigenlijk van kibbeling tot een bulgogi die we nu op de kaart hebben staan. Wat dan een rundvleesgerechtje is, wat heel alle minuut gaar wordt gebakken. Eigenlijk de creativiteit komt van heel de wereld. We hebben morgen ook met het team, aangezien we toch thuis zitten, een brainstorm sessie. En dat wordt eigenlijk voor de volgende kaart alweer. Ja, dit zijn mooie positieve signalen in minder makkelijke tijden. We vragen iedere chef op welke muziek kook je nou lekker? Die vragen leggen we ook voor aan onze huis-DJ, DJ Coenio. De keuze van Koen. Wat past er nou bij deze topchef? Ik ken Dirk een beetje. Dus Dirk, ik weet zeker dat deze in de smaak zal vallen. Hey, ja, die verwacht je dan weer helemaal niet. Ik verwacht een totaal andere muziek. Yoga-achtige klanken, rustgevende, Aziatische. Maar dit is, ja, dit past dan ook weer. Dit past echt bij mij. Oh, heerlijk, Dirk. Het is wel een fusion keuken. Hè? Beetje, het is alles door elkaar. Je gaat heel veel dingetjes maken, hè? Want het staat van alles klaar. Ja. Dit ziet er prachtig uit. Wat nog meer? Ik hoor iets Aziatische steek tartaar. Ja, Aziatische steek tartaar. We gaan eigenlijk steek tartaar aanmaken. Nou, klassiek kappertje, augurkje, beetje eidooier. Wij vervangen die ingrediënten met sojasaus. Er zit een klein beetje kimchi in. Kimchi die we zelf maken, fijn draaien. Dat is gefermenteerde kool, geeft heel veel smaak. Grove peper, gestoten peper. Wel een klein beetje eidooier voor de vettigheid. Daar gaat een heel klein beetje limoenras bij. Dan komt uiteindelijk gaan we serveren in een noedelbakje. En het noedelbakje, om dat terug te laten komen, gaan we noedels frituren. Dat heb ik al voorbereid. En dat geeft een krokantje aan het eind in het noedelbakje. Ah. Het water loopt ons uit de mond in de studio van Borrel TV. En bij u thuis ongetwijfeld ook. Walter. Vraag voor de kok. Ja, vraag voor de chef. Eigenlijk niet, maar ik vond hem wel heel leuk. Kijk, Dolores is natuurlijk op 8 hoog. En we hebben Dirk vandaag ook maar even op een flight case gezet. Heeft niks met Dirk te maken, maar dan zit hij op dezelfde hoogte. Heeft hij een beetje het gevoel van de eigen keuken. Weet je dit idee, Jans? Hij kookt vandaag op de 8e verdieping. Welkom, Dirk Mullens. Heerlijk, de topchef in huis namens Dolores. Heerlijke culinaire gerechten gaan we naar, ik zou het bijna willen zeggen, een heerlijk vocaal gerecht. Alex is in the house. Alex, wat sympathiek, all the way from Noordwijk. Want dan bellen we je. En dan zit je net als heel veel artiesten thuis. En dan zeg je, ja, ik kom wel. Het is nu gewoon moeite natuurlijk. Ja. Er staan geen files. Je kan binnen een uur ben je in Tilburg vanuit Noordwijk. Maar het is inderdaad heel triest. We hebben geen werk en we zitten thuis. En wel leuk, want er zijn leuke dingen die doen in de studio wel. Nieuwe singles aan het opnemen. Dus uiteindelijk zijn we wel weer creatief bezig om te kijken voor de periode hierna. Maar we gaan... Ja, weet je, artiest zijn, dat is ook een beetje ondernemen. Dus zeker ondernemen. Ja, nou ben jij een ondernemer. 4 dagen van huis of 3 dagen thuis. En dan de weekend in Nederland optreden. En dan komt het er vaak niet van. Maar ik probeer toch altijd wel een beetje in conditie te blijven. Dus, nou, een goede zanger is in goede conditie. Ja. En als ik één nummer graag van je zou willen horen, het zijn er veel meer. Maar dit hangt toch onlosmakelijk aan jou verbonden. Een bossie, daar begon het mee. Hoeveel jaar geleden? Dit jaar 20 jaar. Dit jaar 20 jaar. 20 jaar geleden. Oh ja, dat is leuk. Krijg van onze producent, regisseur, showcaller, van alles door. Deel deze Facebook livestream van Dutch Event via je tijdlijn. Het zou zo zonde zijn. Wij richten ons nu met betrekking tot het kijkersaantal. Wij gaan denk ik van 10.000 nu naar 50.000. Dat is heel simpel. Linksonder even delen. En dan zingt hij Bossie, zoals hij nog nooit heeft gezongen, live bij Borrel TV. Alex, een Bossie, Rode Roze. Wat kan die man praten, hè? Ongelooflijk. Walter Vermeer, jongens. Ongelooflijk. Ja. Walter, dankjewel. Wat een aankondiging trouwens. Ik kan er niet meer overheen. Start hem maar lekker nieuw, jongens. We gaan gewoon beginnen met mijn single van 20 jaar geleden. Het gaat natuurlijk nog steeds over een Bossie, Rode Roze.
En ik ben er heel blij mee. Dit jaar gewoon 24 jaar. Een beetje positieve vibe in huis brengen. Met een bossie rode rozen. Daar hebben ze wel zin in. Ik heb er ook zin in. Samen hier vandaan heb jij voor mij gekozen. Elke dag en elke nacht ben jij je die weer lacht. Ik ben en blijf je gozer. Samen zijn we met z'n twee en ik neem dan voor je mee een bosje rode rozen. Een virtueel bosje rode rozen van alle mensen die thuis zitten. Vanwege die stomme coronavirus. Zing maar mee achter de buis, laat je horen. Here we go, op de PC. En een bossie. Als je jou begon me zegt, je armen om me legt, geef mij jouw vertrouwen. Nooit zal ik je laten staan, ik laat je nooit meer gaan. Zal altijd van je houden. Maak me vrolijk, maak me blij. Mijn schatje krijgt voor mij een bossie rode rozen. Het is heel simpel, heel makkelijk met z'n allen hier in de studio. Zelfs onze dame die staat te schilderen. Gaat het goed hier? Het gaat goed, oké, komt ie. Yo! En een bossie. Net op telefoon. Hallo met Alex. Wat ben je aan het doen? Ja, we zijn in zoen tegen het coronavirus. Schat een positieve vibe en dan kom je naar huis met een bossie. Rode rozen. 1, 2, 3, 4. Ja, la, 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 la. Ja en niet nee, toe gaan mee. Happy together, we gaan met z'n twee. Tot zometeen en veel plezier natuurlijk onze presentator, onze eigen Walter Vermeer. Alex, bossie rode rozen. Ja, heerlijk, heerlijk. Wij krijgen door van de techniek dat we af en toe een hapering hebben. Het ligt niet aan de techniek hier, want er staat hier een ongelooflijk sterke ploeg. Overigens helemaal volgens de richtlijnen. Niet te veel mensen op de vloer, maar die vertraging die zit ergens in de lucht. We lossen dat op, dat komt goed. En vanuit die vertraging kijken we even hoe het bij Chantal gaat. Ja, dat gaat echt helemaal top. Ik ben helemaal op schema. Chantal is gelukkig op schema. Dat is ongelooflijk belangrijk. Jeroen ligt op schema. Ik ga naar mijn volgende gast. Oud tophockeyer, oud hockey international. En inmiddels top hockey coach van Heren 1, het Frans Nationaal Mannenteam en van HC Tilburg. Jeroen dan mee. Dag Walter. Hartelijk welkom. Welkom in het programma. Welkom bij Borrel TV. Ongelooflijk sympathiek dat je er bent. Ja, de hele wereld staat op zijn kop, maar dan staat de hockeywereld dus ook op zijn kop. Ja, alles ligt stil. En dat is natuurlijk balen, maar dat is internationaal zo. En in Frankrijk, daar ligt het nog stiller dan dat hier alles stil ligt. Maar ja, op de club ook. De club is gesloten, de gym is gesloten. De jongens die kunnen eigenlijk nergens naartoe. Dus het is wachten. Maar terwijl we wachten, proberen we toch te doen wat we kunnen om door te gaan. En om toch weer nieuwe uitdagingen te zoeken. Nou, voordat we kijken naar de dag van vandaag. Jij bent zelf heel lang international geweest. Ooit zo'n periode meegemaakt? Nee, eigenlijk nog nooit. Ik denk altijd alles is altijd doorgegaan. En ja, het ergste wat ik ooit meegemaakt heb was in de Spelen in 96 toen de bomaanslag wat we hadden. Maar daarna ging alles weer door. Maar nee, dit dat alles stil ligt, ja, het voelt een beetje als de winterstop. Alleen ja, je wilt door, je wilt iets doen. Ja, want jullie komen net uit een goede overwinning. Het spel was minder naar je zin, maar wel drie belangrijke punten vorige week. Ja, maar het hele seizoen gaat het eigenlijk steeds beter. En ja, maar het is nu eigenlijk een beetje ondergeschikt. Ja. We moeten nu gewoon roeien met de riemen die we hebben. En of dat ja, waar we dan staan op dit moment of de laatste zondag goed was, dat is minder belangrijk. We zijn gewoon aan het kijken van ja, wat gaat er komen. En dat blijft eigenlijk een beetje moeilijk voorspellen waar we naartoe gaan. Ja, en dan ben je als coach verantwoordelijk voor een hele selectie. Hoe hou je het moraal hoog? Hoe hou je de jongens gemotiveerd? Hoe hou je ze fysiek bezig? Dat lijkt me niet makkelijk.
Nee, maar ja, je gaat toch zoeken. Wat ik het belangrijkste vind, we hebben een teamsport. En je wil toch dat teamgevoel op de een of andere manier behouden. Want dat is het lastige door elkaar minder te zien. Sociale contacten wat minder te doen. Je wil toch in contact blijven. Dus ik ben nu met name bezig via videoconferencing. Om toch de jongens bij elkaar te krijgen. Morgen staat eigenlijk de eerste online gezamenlijke training op het programma. Waarin we 20 minuutjes buikspierprogrammaatje gaan doen. Maar waardoor je elkaar toch blijft zien. Dus... ik heb zelf een beetje in mijn hoofd, zoals we vroeger op Eurosport hadden, ze tot zo'n gast op het strand in Hawaii met een paar mooie dames eromheen. Nou, die zullen er denk ik niet staan. Maar om toch zo de boel bij elkaar te krijgen. Want je wil jongens, de jongens hebben een doel nodig. Er zijn atleten die willen sporten, die willen zweten, die willen er energie kwijt. En we proberen ze op die manier toch verbonden te houden en een doel te geven van oké, morgen heb ik weer die training. Of aan het eind van de dag doen we nog iets om toch maar te doen wat kan. En gelukkig kunnen ze nu nog naar buiten, dus ze hebben allemaal een loopprogramma. Maar ja, meer dan dat zit er eigenlijk op dit moment niet in. Nee, en nou vertelde jij mij voor de uitzending, ook thuis, hè, regelmaat is belangrijk. Niet alleen voor de selectie, maar ook voor het gezin. Sporten met de kinderen dus, is een goed advies voor de kijkers thuis? Ik denk dat veel mensen pubers thuis hebben. En het gevaar van een pubertje is, die gaat toch een beetje lopen hangen en die zit alleen maar in die telefoon. Dus er zijn allerlei apps tegenwoordig op internet die gezien de situatie van alles in plaats van dat je moet betalen toch gratis doen. Dus we hebben de eerste 20 minuten vanochtend er al op zitten met de kids. Lekker in de tuin, de eerste buikspiertjes, conditieoefeningetjes. Om toch in ieder geval bezig te blijven, het luie zweet eruit. En vervolgens ben ik ook wel blij dat nu de scholen weer, we hebben alle materialen, alle lessen doorgekregen. Dus ook zelf, ik ben een beetje leraar aan het worden om toch door te pakken. En om de kinderen ook bezig te houden. En zelf ook een beetje weer sportief aan de gang te gaan. Nou, die sportiviteit even on hold met die kanttekening, dat staat hoog in het vaandel. Maar ooit, en vandaag de dag nog wel eens, even een borreltje drinken. Het is Borrel TV. En op wat voor muziek doe je dat dan? En waar drink je het liefst die borrel? Toch wel op de club, maar ja, dat wordt eigenlijk steeds minder. Maar gezien mijn programma en de sport is de zondag voor mij toch nog wel een beetje de uitlaatklep. Zeker als je af en toe nog wel eens verliest, dan is het ook wel eens lekker om je verdriet een beetje te kunnen verdrinken. Dus dat doen we toch vaak op de club met vrienden. En dan doen we dat toch wel met een oud hockeyfeest muziekje. Al zijn de feesten er eigenlijk niet meer, maar we kennen allemaal nog wel de feesten van vroeger. Ja, want jij zei, ik ken Alex ook nog wel van vroeger, van trainingskampen. Nou, dat was zelfs in de tijd dat je met Nederland zelf toch nog wel een biertje kon drinken. Dus toen gingen we op stage en er werd er niet eens gehockeyd, maar we gingen, ik geloof, een dag of vijf naar Zeeveld toe. En dan heb je midden in de straat heb je daar een mooie iglo staan. En die was afgehuurd door het Nederlands herenelftal. En dan kwam Alex, die kwam langs. En ik geloof dat we 20 keer de Polonaise op een bosje rode rozen hebben gedaan. Maar de stemming werd er niet minder om. Dus we hebben een fantastische avond gehad. En dat zijn de mooie herinneringen. En hockey wordt nooit meer zoals het was. Want het wordt steeds professioneler. Maar dan ben ik toch blij dat ik ook die tijd nog meegemaakt heb. Nou, wij mochten er dan wel eens lang staan. En dat waren inderdaad mooie tijden. Coenio, de keuze van Koen. Hij plaatste altijd een song die bij een gast past. Wat past er dan bij Jeroen Delmee? Ja, dat kan natuurlijk maar één plaats zijn. En dat is volgende. Ken ik niet eens dat niet. We worden dit jaar kampioen. Wordt een lastige... Een lange weg te gaan. Ja, jij zegt, Walter, één vraag voor jou. Voor Jeroen trouwens, sorry. Ik heb een kijkersvraag. Wat is nou de belangrijkste eigenschap van een goede hockeycoach? Hey. Een goede eigenschap is uiteindelijk toch jongens beter maken, denk ik. Dat is waar je uiteindelijk mee bezig bent van zootje ongeregeld, dat bij elkaar te zetten en daar dat 1-1-3 is. Hè, dat je dat probeert te realiseren. En ik denk als je dat voor elkaar krijgt, dan denk ik dat je het over het algemeen in eerste instantie goed doet. Ja. En hebben we nog één vraag van een vrouw van middelbare leeftijd. Ik vind het heel vreemd. Walter, ik sta elke dag wel versteld van jou. Dan ben je bruidsambtenaar, dan ben je presentator, dan ben je zanger. Hè. We kennen alle hits, zo snel houden en bedankt waar het wc. Maar schijnbaar hebben jullie samen ooit gehockeyd in één team. Nou, en die mevrouw had het over Walter Vermeer, 's ochtends naakt met 3 gouden medailles van het Olympisch Spelen om in een flat. Met trompet. Met trompet. Goeie anekdote. Willen jullie dat even vertellen? We ronden het interview af, dames en heren. Hockeycoach Jeroen Delmee. Ik wil er best wel iets over vertellen. Einde show.
Goede anekdote, ja, kan niet anders zeggen. Wij gaan door, ja, delen, die is belangrijk, blijf delen. Lieve kijkers, Borrel TV, we zijn alweer 25 minuten onderweg, hadden een paar haperingen, maar volgens mij zijn we nu helemaal strak, worden we goed uitgezonden. Deel op je tijdlijn, live via Facebook, het kanaal van Dutch Event, linksonder delen. Hoe meer we gedeeld worden, hoe meer kijkers we even in tijden van, ja, die zijn toch wel lastig, mineur, positief nieuws kunnen brengen. We gaan kijken of er kijkersvragen zijn. Jeroen? Ja, de belangrijkste kijkersvraag was zojuist, hè? Maar ja, daar werd kort op geantwoord van Keilig, maar goed dat ze zeiden. Ik krijg net het berichtje dat Roy Donders morgen komt. Hey, Roy Donders, vriend van de show. John Moutaan had een vraag of online hockeyfeesten worden georganiseerd. Nou, dat lijkt me niet, want Jeroen zei net dat de hockeyfeesten een beetje een mineer zijn. En ja, heel veel positieve reacties of we doorgaan, et cetera. Maar daar komen we later op terug. Maar mensen, heb je kijkersvragen? Alsjeblieft, kom erin en we beantwoorden ze. Oké, ik ga naar mijn volgende gast. Dankjewel. Terwijl de gerechten hier naar een ongekend hoog niveau stijgen, ga ik welkom heten mijn volgende gast. En die zou ik graag een hand geven, maar dat doen we dan niet vandaag. We houden alle regels. De elleboog mag dan net. Tobias Slabbekorn van het, het modeinstituut Jimmy's Mode in Tilburg. Zo mag ik het rustig noemen, toch? Ja, maar ik vind dit ook wel een beetje een instituut. Eerst wil ik even, voordat we verder gaan praten, wil ik je even een heel groot compliment maken met het ontzettend positieve programma wat we op dit moment keihard gebruiken. Jij en je crew, een groot compliment. Dankjewel. Dank u. En het leuke is dan, dan gaan we bellen. Wie doet er mee? En jij zegt dan meteen, ik doe mee. Ik zorg voor mooie kleding. Je bent ondernemer in de kledingbranche in deze tijden. Hoe pak jij het aan? Ja, natuurlijk. Het overkomt je. En dan ga je gelijk schakelen en denken in kansen. En dat hebben wij. We hebben eigenlijk deze week keihard gewerkt binnen Jimmy's, zoals je het noemt, het instituut. Dus financieel-technisch even een goede korte termijnvisie en een middentermijnvisie neerzetten. Goede voorwaarden creëren voor je cliëntelen. Het team in een rust brengen. Want ik heb een hardwerkend team die op een gegeven moment een veranderingsproces zien. Hebben we ook super opgepakt. En daarnaast hebben we daar gewoon keihard aan gewerkt. En ook daarnaast ook nog goed in contact gaan met je leveranciers. Want ook daar leeft natuurlijk iets. En eventjes meten is weten. Ja, en ik moet zeggen, de temperatuur is allemaal nog niet zo slecht, hoor. Oké, nee, wat dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Vorige week was ik bij je in de winkel. Dan zie jij kansen, private shopping, regeren naar omstandigheden. Maar jij ziet dan toch weer kansen. Dit is positief nieuws. Neem ons eens mee. Hoe doe je dat? Ja, dan we hebben sowieso natuurlijk arbeidstijdsverkorting ook aangevraagd. Normaal zijn wij gewoon 6 dagen in de week open. We hebben nu gekozen om van 12 tot 5 open te gaan. Maar daarnaast hebben we ook gezegd van, god, heeft die cliënt de behoefte om 1-op-1 toch binnen Jimmy's te shoppen? Dan zijn er ook mogelijkheden voor gecreëerd, zodat men via een afspraak kunnen komen shoppen. En weliswaar, we hebben het nog niet in de lucht via een persbericht, of er zijn al de nodige reacties op gekomen. Nou, dat geeft wel vertrouwen, Walter. Dat geeft vertrouwen. Nou ben jij een man van smaak, een man van muziek. Het bedrijf is gekoppeld aan allerlei televisieprogramma's. Heel bijzonder, daar komt volgens mij ook een kijkersvraag over. Jeroen pakt net een hapje van de chef. Elke maar keer als dit eten, kom jij bij mij binnen. Maar ik heb een kijkersvraag, Tobias. Ja. Mensen zien heel vaak bij tv-aftitelingen, bijvoorbeeld bij Heel Holland Bakt, zien ze altijd mede mogelijk gemaakt door Jimmy's Mode. Ja. Jij als Tilburgse ondernemer, hoe komt het dat heel Nederland of alle grote tv-programma's jouw kleding dragen? Of hoe kom je daarin binnen? Nou, we hebben het net over kansen gehad. Nou, als je goed oplet in je leven, dan zie je kansen voorbij komen. We hebben in het verleden Guus Meeuwis, we hebben Rudolf van Been gehad. Ik heb vandaag Walter, die ik mooi heb aan mogen kleden. En we zijn nu druk bezig met Robert van Beckhoven, die natuurlijk een prachtig programma Heel Holland Bakt. En ik heb dat in het beginsel heb ik Robert gezien als vakman. Ik vond alleen zijn presentatie, zijn kleding, kon wel wat advies gebruiken. Dus ik heb gewoon stout de telefoon gepakt en hem is uitgenodigd om een stijladvies te geven. Kortom, Robert staat er goed bij. Okay, en het duidelijk is een visitekaartje voor Jimmy's. Wauw, hartstikke mooi. Tot slot nog even, jij blijft in beweging met het prachtige modebedrijf. Je gaat zelfs investeren in deze tijd. Je hebt het gehad over een tuin, je gaat iets doen met food. Ja. Nogmaals, Borrel TV is positief nieuws. Neem ons mee, wat zijn de stappen die jij in deze periode gaat doen? Ja, sowieso natuurlijk ontzettend positief in alles gaan. Ik verwacht ook gewoon, na deze periode, waar we allemaal even de ruggen moeten rechten, verwacht ik ook weer booming.
Ja? Daarmee zijn wij gewoon ingesteld. Wij denken altijd vooruit. Wij zijn een aanvallend ingesteld bedrijf. Ja? Dus wij denken gewoon dat we gewoon binnenkort weer gewoon de hele dagen open kunnen. En dat we daarvoor gewoon de voorwaarden moeten creëren en doorgaan met het proces. Nou, dit zijn heerlijke positieve klanken. En jij zei op voorhand, ik kom. Maar als er dan een keus van Koen is, dan heb ik wel een uitgesproken smaak. Koen, jij voelde hem wel een beetje aankomen, hè? De keus van Koen die bij Tobias past, toch? Ja. Wat voor klanken horen er dan in die winkel, in dat verhaal thuis? Zometeen, als de stoptrein weer overgaat in de sneltrein, dan vraag ik alle Brabanders om de consumpties, het investeren, het koopgedrag, gaat het gewoon in Brabant houden. Ga elkaar lopen helpen. Daarom heb ik gevraagd, laten we het volkslied van Guus Meeuwis maar eens te gelde gaan. Dan denk ik gewoon aan Brabant. Hey, nou laat het maar zorgen, Koen. Ja, dit is het volgens mij, ja, dit zijn de klanken die we willen horen. Tobias, super gaaf dat je er bent. Dankjewel. Heel veel succes. Zijn. We gaan de hele week showen wat jullie in de etalage hebben hangen. Dankjewel. En we komen snel naar je toe. Jimmy Smolen, Tobias Slappekoorn. Dankjewel. Dankjewel. Nicole Severijns. Tobi, mooi verhaal, kansen pakken, helemaal goud. Ja, zo krijgen we heel veel leuke reacties binnen, moet ik zeggen. Ja. Chapeau. Dankjewel, Tobias. U ook. Dankjewel. En nogmaals, blijf delen. We zijn live op Facebook, kanaal Dutch Event. Linksonder delen. We zijn weer kraakhelder in de lucht. En wie altijd kraakhelder is, dat is mijn personal trainer. En ik ben er ongelooflijk bang van hoe sympathiek hij is. Gion, je bent er weer. Ik ben er weer. Ik wilde gisteren op mijn knieën voor mijn vrouw, maar het lukte niet. Ik had zoveel spierpijn. Nou, vandaag is het anders. He, vandaag ga ik het zelf uitleggen. Oh, gelukkig. Dus gelukkig. Je vanuit afstand even bewonderen. Hoe ik dat doe. Ik bewonder je. ook op afstand. Coolio, lekker muziekje erbij. Ja, oké. Hij is voor jou. Oké, luister. Vandaag heb ik 3 oefeningen. En moet je een stoel bij hebben. En dat gaan we gewoon doen. Ja? De eerste oefening die we gaan doen is gewoon even je been erop zetten. Ja, zorg altijd voor veiligheid. En dan ga je opstappen. Ja. Dan doe je ongeveer 30 seconden één kant. En dan ga je de andere been. Doe je ook 30 seconden. Hè? Denk eraan, veiligheid op nummer 1. Ja? Netjes. Voor de tweede oefening heb ik voor de kipfiletjes. Hierachter, hè, dat ze allemaal strak lopen. Als je iemand zwaait in de groet in de zomer, dat alles een beetje strak blijft. Hè? Is het volg? Ga je zitten. En vanuit hier ga je naar beneden zakken. Ja, netjes. En probeer niet te veel naar voren te gaan, hè, want we willen ook geen blessure hebben op je schouders. Dus blijf met de rug terecht en dan ga je zakken. Yes. Oké, laatste oefening. Voor de buikspieren, dan ga je even in je stoel zetten. En dan ga je je benen optillen. En dan ga je strekken en in. In en uit. In en uit. Zie je, ik ga zelf van zweten. Niet voor de lampen, maar echt, ik werk. Ja? Is het volg? Dat doe je ongeveer 45 seconden werken, 15 seconden rust. En doe je ongeveer in globaal 5 of 10 minuutjes. Weet je, dat heb je ook gehad. Ja? Dus blijf actief. Yes, no matter what. No matter what. Oké, no matter what. He is sweating the man. Dankjewel, Guillaume. Yes. Heerlijk dat je er weer was. Ja. En heel Tilburg is weer ongelooflijk fit. Dankjewel. Ga lekker een hapje pakken bij de chef. Doe ik. Hij is goed bezig, de chef. En Chantal is ook goed bezig. En ik loop naar hem toe. Pianist, virtuoos, componist, producent. Jan Willem Rozenboom. Hi. Ja, in eerste plaats, geweldig dat je er bent. Ja, natuurlijk. Leuk. Buitengewoon sympathiek. Ja. Jij zei, ik kom wel, maar dan moet er een goede piano staan. Ja, eigenlijk wel. En gelukkig vond ik Frans van der Zanden bereid. En die zei, nou, weet je wat, ik gooi wel even een piano binnen. Ja. Ja, heerlijk. Dat is dan weer Tilburgse saamhorigheid. Ja. Van der Zanden, piano's Tilburg. Chapeau. Een 10+. Maar piano is 1, maar dan moet er wel een pianist, een virtuoos achter gaan zitten. En dat ben jij. Ja, neem ons eens even mee in het dagelijks leven van Jan-Willem Rozenboom. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Nou, ik ben pianist, muzikant, componist. En ik speel heel veel met Guus Meeuwis, treed ik op. Maar daarnaast speel ik ook al heel lang klassieke muziek. En eigenlijk dacht ik ooit van, ik moet misschien een keer gaan kiezen. En eigenlijk
heb ik gewoon nooit gekozen. En doe ik gewoon allebei. Dus ik geef klassieke optredens met werken van Bach en Schubert. En de volgende avond zit ik weer met Guus bij Vriend van Amstel of bij weet ik waar. Of een stadion natuurlijk op te treden. Ja, ja en hoe werkt dat dan? De ene dag trek je dan een serieus pak aan en de andere keer... hoe is de mindset? Of is dat altijd met dezelfde energie, alleen andere muziek? Eigenlijk is het dat laatste wat je zegt. Ik zit ook liefst klassiek gewoon in mijn spijkerbroek en met een hemdje zit ik op het podium. Om het ook wat laagdrempeliger te maken inderdaad. Ja, ja. Ja en dan staat hier iets heel moois op de piano. Dat is het laatste kindje. Hè? Het laatste kindje, precies. En wat kunnen we terugluisteren op het album? Schubert muziek. Schubert leefde begin 1800 en die heeft helaas maar heel kort geleefd. Maar hele mooie muziek geschreven, impromptus, een fantasie. Wat dansen staan erop, hele diverse stukken staan erop. Ja, het leuke is voor de kijkers thuis, wie de leukste vragen heeft van Jan-Willem, die komen binnen bij Jeroen. Die maken kans op dit prachtige album. En wil je nou gewoon het album kopen, hoe doen we dat? Op mijn site www.jwrozenboom.nl. Ja, www.jwrozenboom.nl. Het kan maar gezegd zijn. En dan nu in deze tijden, dan biedt muziek troost. Ja, en zeker Schubert ook, ja. En toen kwam er straks nog een kijkersvraag binnen. Hoe zou dan kedenkedenk klassiek klinken? Is het ooit klassiek gespeeld? Nee, niet echt helemaal klassiek. Nee. Is het überhaupt klassiek te maken? Je kan er een beetje iets Mozart-achtigs misschien wel van maken. Zal ik hem even vasthouden? Dan gaan we de proef op de som. Kedenkedenk klassiek. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het gebeurt allemaal live in Borrel TV. Positieve televisie, een positief geluid in tijden van mineur. Jan-Willem Rozenboom, zou jij zo vrij en zo vriendelijk willen zijn? Wat ga je voor ons spelen? Een stukje uit de vierde impromptu van Schubert. Oké, heel veel succes. Jan-Willem Rozenboom, live op Borrel TV. Ja, en ja. En nu is het, helaas zou ik bijna willen zeggen, de omvang van de studio. Maar normaal klinkt dan nu een groot applaus van een grote concertzaal. Heerlijk, fantastisch. Terwijl jij speelde, kwam er een vraag binnen van G. Meeuwis. Waar het album te koop is. Het album te koop? Ja.
Ja, op mijn, via mijn site. Ja? En dan stuur ik er eentje op. Ja. Oké, okay, hij stuurt er een op. Geen meeuwen, stelde de vraag. Goeie vraag, Guus. Heel goed. Dan toch even. Nu, de agenda is natuurlijk heel moeilijk te plannen. Maar ja. Er stonden of staan misschien nog wel weer concerten voor verderop klaar? Ja, ik had nu niet zo heel veel staan. Dus dat is op zich wel fijn. In het najaar ga ik weer toeren ook met Sjoerd muziek. En natuurlijk met Guus ook weer. Ja. Oké, okay, we houden je agenda in de gaten. Chapeau en dank dat je er was. De albums gaan we straks bekendmaken naar wie die gaan. En blijf gezond en doe je best. Jan-Willem Rozenboom, dank je wel. Ja, Chantal is druk bezig. Jeroen krijgt nog kijkersvragen. En daar loop ik even langs. Chantal, gaat die goed? Ik ben al klaar. Chantal is al klaar, dus die ligt buitengewoon goed op zee. Maar ik kom ze straks bij je halen. Jeroen is druk met de kijkersvragen. Nog eentje misschien voordat ik naar de chef ga? Nou ja, ik heb al ja, of ik vervangen kan worden Maxime van Tilburg. Maar of jij vervangen kan worden? Nee, Jeroen is een vast item. Chef, Dirk, wat is er inmiddels allemaal klaar? Wat kunnen we gaan proeven? Nou ja, de dumplings die zijn inmiddels al op. Ja. Zoals heb jij nog? Ja, ik heb er één staan. Gaan ze... de dumpling dan, met een soja vinaigrette met yuzu sake. Yuzu sake is super fris, is lekker. Ik laat hem Kunio proeven. Was hij goed? Kunio heeft er alleen op. Ik had voor iedereen iets meegenomen. Ja. Dus, oh, heerlijk. Bonito flake, soja vinaigrette. We hebben hier de Asian steak tartare. Oh. Vraag je slager om het vlees fijn Kunio. Te hakken. Ja. Fijn te hakken. Jeroen. Aan te maken kun je heel makkelijk zelf. Een beetje eidooi, wat ik er straks uitlegde. En die zitten dan die gefrituurde noedels op. In de noedelbak presenteren. Lekker bij de toko halen, super. En ik ben eigenlijk nu bezig met de Inktvis carbonara. Ik heb eigenlijk spekjes aangezet. Gaat daarbij gefermenteerde snijbonen. Dat is eigenlijk wat ik er straks uitleg. Dat heb ik hier. En ik heb ook gefermenteerde beukenzwammetjes. Kleine paddenstoeltjes. Eigenlijk wat je dus nu, zeker als je de koelkast vol hebt, zonder te gaan hamsteren, is spulletjes inmaken. In dit geval is het een liter water en 30 gram zout, dat mengen. En dan smaakjes toevoegen die je zelf lekker vindt. En eigenlijk alles onder het vocht zetten. Dat voor ziet een aantal dagen laten staan. Ziet er beter uit als een shotje. Jouw gezicht ziet er beter uit als een shotje. Heerlijk. Het loopt er zelfs uit. Dus, helemaal goed. Zeg maar Walter, kom maar in. Heerlijk. Nou, mooi. Dus dat, en dan gaan we dit toevoegen in de pan. En dan hebben we fijn gesneden inktvis toegevoegd. Dit ga ik zo meteen afmaken, puur als carbonara, eidooier, parmezaanse kaas. Komt in een bakje en dan doen we een klein beetje affineren met een klein beetje grove peper. Oké, okay, nou ongelooflijk fijn dat je erbij was en bij bent. Heel veel succes bij Dolores. Dankjewel. We gaan straks lekker allemaal proeven. En wij gaan naar Chantal toe. Kijken hoe onze live painter de schilderijen heeft weten te maken in een heel kort tijdbestek. En we krijgen veel vragen van de kijkers. Laat ze goed zien. Nou, we gaan ze heel goed laten zien. Wie heb je als eerste geschilderd? Ja, ik ben echt groot fan van Alex. Dus Alex! Alex is geschilderd. Ja, dit is hem. Knappe vent. Zo knap is het echt, hè? Ja. Twee keer een knappe vent. Alex is goed gevangen. Ja, leuk is, ik ga hem ook onder het kopieerapparaat leggen, want Françoise wil hem ook heel graag hebben. Dat weet ik niet. Nou, Françoise in Oosterwijk, we weten dat je zit te kijken. Je krijgt een kopietje. En Alex zet er dan wel weer een handtekening op. Dankjewel. Alex, ga jij vast lekker klaarstaan. Ja, ook, ik sta er helemaal voor. Ik heb trouwens even, ik heb een kijkersvraag, Alex. Van M. Kuipers, Mark Kuipers. Of jij je haar verft. Nee. Ja, normaal hebben we altijd vragen voor Walter, maar nu heb je vragen voor jou. Onder week. Wat zeg je? Om de week. Mark Kuipers om de week. Om de week. Chantal, wie heb je als tweede gevangen? Even kijken. Ja. Jeroen. Ja? Ja, Jeroen. Ja, fantastisch. Speciaal van Janske, kan ze boven de bed hangen. Oh, nou, dat komt eigenlijk. En ik ben thuis, heb ik echt om mijn kop gekregen. Want het is de andere Jeroen, hè? Mijn dochter. Oh, dus Jeroen erbij. Ja, dus Jeroen dan mee. Ja. Wil ik toch nog even iets zeggen tegen mijn dochter? Ik heb een dochter van 9 die zegt: Chantal, papa, kan je mij schilderen? Sorry, Jultje, het is een andere Jeroen. Ja, doen we nog, zeker. Dit is Jeroen, del mee voor de kijkers thuis. Janske, het komt boven jouw bed te hangen. Oké, okay, wie heb je nog meer geschilderd? Ja. Ja, dit is een man met uitstraling. Tobias, hè? Hey, Tobias, helemaal in het kleurtje. Kijk eens, Tobias. Ja, mode tycoon. Klopt die? Ja. Ja, dit is goed. Kom maar even kijken. Ja, dit is hij. Ja, kom maar even naast staan. Dan kunnen de kijkers zijn of hij klopt. Ja. Ja, er moet eigenlijk 1,5 meter tussen. Die zit er bijna tussen. Heel goed.
boven jouw bed. Oké, dankjewel. Helemaal goed. Volgens mij waren ze dit. Oh, we hebben er nog één. Oh, natuurlijk, Jan-Willem Rozenboom. Ja, ja. Ja. Die is voor Jan-Willem. Hij is nog een klein beetje nat. Alsjeblieft, voor jou. Ja, het was echt prachtig. Echt mooi gespeeld. Mooie muziek en mooie kunst. Ja, tot zover. Ik had er nog eentje als verrassing voor Dolores. Hé, hey, onze chef. Ja, hij slaat er hartstikke mooi op. Hij komt zo meteen naar je toe. Heel goed gedaan. Ja, tot zover de kunst. En dan gaan wij er bijna uit, maar nog niet helemaal. We gaan eerst naar het shotje van de dag. En ik kijk er een klein beetje tegenop, in de goede zin van het woord. Want er zit best veel alcohol in. Tjerk, ik hou heel veel van jou, maar wat krijgen we vandaag? Nou, ik ben eigenlijk geïnspireerd door gisteren. Gisteren natuurlijk om 8 uur iedereen klappen voor alle zorgverleners. En dat vond ik onwijs positief. We maken natuurlijk positieve televisie hier. Dus ik dacht, ik ga de Nederlandse vlag doen. Wauw. En dat is niet zo makkelijk. Ik had de easy way out kunnen doen. Zeg maar. Je kunt hem met een yoghurtlikeur kun je heel makkelijk stapelen. Maar ik denk, dat is iets te simpel. Dus ik heb Blue Curaçao gedaan. Dan Malibu. En dan rode wijn. Dus het is een... Hey. Ik wens je weer veel succes. Ga mij, poef. Jij doet mee. Jij, Tjerk, verplicht meedoen. De fabrikant van dit... namens Feestcafé de Boekenier. Ja. Laten we dat even niet onbenoemd laten. We gaan het proberen. Hulde voor de zorg. In één keer. Ja, werkelijk heerlijk. Ik doe hem in twee, als u het goed vindt. Even belangrijk, op weg naar Alex. Loop lekker met me mee, want we hebben morgen weer een fantastisch programma. Wesley, we zijn inmiddels een 2-eenheid. Wie hebben we morgen in de uitzending, de vierde uitzending van Borrel TV? Roy Donders komt voorbij als gast. We gaan met hem in gesprek. We zijn heel benieuwd hoe het met hem gaat. Mark Meeuws, directeur City Marketing. Stellen we buitengewoon op prijs dat hij op visite komt. Leo Alkemade natuurlijk, maar nou met zijn fietsmaatje Mark van Etten. Gion heeft weer twee grote inspanningen. Jordi van der Boer komt zingen. Lars Ebrechts. Vandaag was het piano, morgen keyboard. Hij gaat weer een gevoelige song brengen. Angelo, kok van Hofstede de Blaak. Begenadigd kok en hij komt langs. En Otto van Lagerveld. En dat worden slagers. Straks nog een aantal mededelingen. De winnaars van de prijsvraag van gisteren. En we hebben weer een nieuwe prijsvraag. Daar ga ik straks nog meer over vertellen. Dat vind je allemaal op tickettotilburg.com/borreltv. Maar nu, voor de tweede keer... Adieu, amore. Ik zou het zo mooi vinden. Ga je hem doen? Het is hier echt een hit in de buurt, hè? Dus ik moet het sowieso doen. Dat komt helemaal goed. Tuurlijk, gaan we het doen. Hij gaat het doen. Alex, adieu, amore. De hit van Nederland, toch? Ja, dat is absoluut waar. Hij gaat als een malle. Je kunt luisteren op Spotify natuurlijk. Ja, overal. En natuurlijk vandaag hier. Adieu, amore. Adieu. Yo. Ik moet je hier met bij. Eens om achterlaten. Maar ik ben o zo blij dat ik jou heb ontmoet. Want, Julio, wat ik nu van jou heb, dat zijn 1000 dromen. Al moet ik nu afscheid nemen en ga je naar die handlucht in, zwaai me mee achter de bar, komt ie! Zal het voor ons vooral weer gaan schijnen. Dit afscheid is maar voor even, dus droog je tranen. Addio, amore, addio, ik kom terug. Ik zal jou in mijn hart echt een goed bewaren. Ik neem jou een souvenir in mijn dromen mee. Smaakt je lekker? Ook al ben ik ver weg, ik zal over je waken. En over een tijdje dan zijn wij weer met z'n twee. Komt-ie! Addio, amore, addio, jij moet niet huilen. Zonder voor ons, voor altijd gescheiden. Dit afscheid is maar voor even, dus droog die tranen. Addio, amore, addio.
Zo was mijn vakantie nog nooit geweest. Toen kijk me nog één keer. Dames, deze crisistijd, corona, bouw thuis een feestje. En zingen we mee, Avio Amore. Avio Amore, Avio, jij moet niet huilen. Opeens zal de zon het voor ons, voor altijd gescheiden. Dit afscheiden is maar voor even, dus droom die je tranen. Lieve mensen, succes thuis met de coronavirus. Of je geen werk of liever, maakt niet uit. Het komt altijd goed. We kijken naar de toekomst. Een hele mooie tijd. Veel plezier thuis en overal waar je zit. Doei! Alex! Ja. Ongelooflijk. Wat een charmante en positieve artiest. Ongelooflijk leuk dat hij vandaag weer de finale was. Ik heb nog een aantal hele belangrijke mededelingen. De eerste, morgen zijn we er weer. En wil je nou de uitzending van vandaag terugkijken? Ga dan naar www.tickettotilburg.com/borreltv. We hebben gisteren een winactie uitgezet en die is gelukt. En we hebben twee winnaars. Het barbecuepakket voor twee personen namens Le Jeune. En die zijn gewonnen door Emiel Stappaerts. En het zou wel leuk zijn als die dan meteen weer reageert naar Jeroen. En zo'n prachtig pakket, barbecuepakket voor twee personen, gewonnen door Madeleine Sparidans. Nou, en toen zei Le Jeune, ik doe het vandaag gewoon weer. Dus nou, surf snel naar www.tickettotilburg.com/borreltv. En dan maak je morgen weer kans op twee van die prachtige barbecue pakketten. Nou, een programma als dit wordt mogelijk gemaakt door heel veel belangrijke partijen. Het werd vandaag ook weer opgenomen bij First Impression. Dank jullie wel voor het gastheerschap. Dutch Event, Jeroen Rosenberg, Mares Producties, zij waren verantwoordelijk voor de productie. Full Frame, ja, knik maar weer even, jongens, de camera's waren weer ongelooflijk goed vandaag. En VME, zij zijn verantwoordelijk voor die prachtige leaders, de kop in de staart van het programma. Dat hebben ze buitengewoon goed gedaan. Mijn naam was en is Walter Vermeer. Daar zat Chantal. Wij zien elkaar vanavond weer bij het eten. Heel veel sterkte. Blijf gezond voor de mensen die ziek zijn. Kop op. Hou elkaar goed vast. In die zin, mentaal. Eventjes uit elkaar blijven. Gezond blijven. Morgen zijn we er weer. Borrel TV om 4 uur live. Tot morgen.